KPU-bedrijf staat voor kleding, persoonsgebonden uitrusting, bedrijf. Hier worden alle vier krijgsmachtsdelen gekleed. Maar bij ons op het depot kleden wij de ceremoniële tenue. Dat zijn pakken, kledingstukken die de militairen tijdens een ceremonie aantrekken. Zoals Prinsjesdag, Veteranendag. Het is een eer voor ons dat wij hun kunnen kleden en dat ze in de juiste pakken staan op Prinsjesdag. Zijn jullie studenten weerbaarheid aan het kleden voor Prinsjesdag? En we zijn nu vandaag de maten aan het bepalen en nu hangen we zeg maar achteruit op naam. Dat ze als Prinsjesdag iedereen naar het ADO-stadion kan, dat ze hun eigen pak weer wat ze gepast hebben, dat ze dat ook aan hebben. Dat we weten dat het past. Is dat goed, jongen? Ja, is goed. We gaan even een jasje pakken voor jou. Ik hou wel van alle ceremoniële gebeurtenissen, activiteiten. Dat vind ik gewoon leuk. Ja, en dat hoort hier gewoon bij. Vandaag hebben wij de grenadiers gekleed. Dat zijn ongeveer van de 700 militairen, waren dat ongeveer 100 militairen die vandaag ingepast zijn. Los van het passen doen wij ook herstelwerkzaamheden. Als een broek te lang is, kunnen wij dat aanpassen. Ook geldt voor een jas. Als de mouwen iets lang zijn, kunnen we het korter maken. Zodat ze het inderdaad mooi op tv op beeld kunnen komen. De dag voor Prinsjesdag nemen wij alle ceremoniële tenuen mee naar het ADO-stadion. Het begint al een beetje te borrelen, ja. Het is voor ons natuurlijk heel spannend. Wij willen dat alles natuurlijk heel goed gaat lopen, dat we niks vergeten zijn. Wij hebben vertrouwen in dat het allemaal goed komt, ja. En daar staat alles voor de muziek, dat kunnen allemaal daar naar binnen toe? Ja, ja, helemaal goed. Daar hebben ze ruimte vrijgemaakt. Tof. Dus kunnen we dat naar binnen brengen. Is goed, ja. Ik ben blij. Helemaal goed. Alles loopt goed, hè? Ja, voor de rest prima. Ik heb er zeker zin in morgen. Morgenochtend om 7 uur gaan we starten. Er komen ongeveer 600 militairen omkleden op het ADO-stadion. Dat zijn heel veel mensen, ja. Erik van Gemeren. Op Prinsjesdag staan wij klaar voor de militairen. Wij ondersteunen hun tijdens het aankleden. Het kan zijn dat zij een knoopje of een handschoen nodig hebben, of een koppel nodig hebben, of een schoen die niet lekker zit. Kunnen we even ter plekke gaan omruilen en repareren. En natuurlijk helpen de militairen elkaar ook. Ze helpen elkaar met een jasje aanknopen of een fourrière of een koppel. Ja, de samenwerking met KPU-bedrijf is in mijn ogen uitstekend. Altijd klantvriendelijk en wij kunnen altijd terecht bij hun als wij vragen hebben. Ze staan klaar, ze weten wat we nodig hebben. Ja, hier kom je aan 's ochtends en netjes aan de rekken hangen de pakken. En, ja. En als er problemen zijn, kleine werkzaamheden wat nog gedaan moet worden, wordt hier gedaan. Vanaf de dag na Prinsjesdag gaan wij alles onderhouden. Alle pakken gaan naar de stomerij, alle toeboren die worden onderhouden. Het zit er eigenlijk helemaal niet op. Het echte werk begint hierna eigenlijk. Als ze compleet gekleed zijn, met alle toeboren en alles erop en eraan, is het natuurlijk heel erg bijzonder. Het is een, ja, moet ik het gaan uitleggen, trots. Als ik dat zie, dan voel ik, ja, zijn wij heel erg trots op. De spanning is eraf. Zij zijn de deur uit en is bij ons de spanning eraf. Dat voelt heel fijn. Dat voelt zeker fijn. Maar het is allemaal, alles is goed gegaan. Wij zijn nu klaar en wij gaan ook straks Prinsjesdag op tv kijken. Met z'n allen.